Als je een van de rijkste bewoners van Amsterdam bent en dat aan iedereen wilt laten zien, dan laat je natuurlijk op de allerbeste locatie het mooiste huis van de stad bouwen. Nederland staat vol met meer monumenten dan je denkt. Op monumentenportaal.nl kan je vinden wat er allemaal mogelijk is. Ik ben Jennifer van Shadow of Culture en vandaag ga ik op bezoek bij een van de mooiste grachtenpanden van Amsterdam, namelijk Huis Bartolotti. Dit is rond 1618, 1620 gebouwd door een koopman, een bankier, die heel veel geld had. Vooral door een enorme erfenis die hij heeft gekregen van zijn oom Giovanni Bartolotti. De voorwaarde van de erfenis was echter dat Willem van den Heuvel voortaan de naam Bartolotti zou dragen. Vandaar dus ook Huis Bartolotti. We staan nu in de voorkamer van Huis Bartolotti. En ook na de Bartolotti's hebben hier de meest vooraanstaande Amsterdammers gewoond. En allemaal wilden ze hun stempel drukken op het huis, vaak ten koste van het interieur van de voorgangers. En een heel goed voorbeeld is te zien op de maquette. Op de maquette die in deze kamer staat, zie je namelijk dat er nog maar één voordeur is. Trappetje de andere kant op. Maar als je hier nu naartoe komt, zie je dat er twee voordeuren zijn. De vierde generatie had namelijk besloten, we gaan het huis splitsen. Dan kunnen we het makkelijker verhuren. Nou, wat ik heel vet vind, sowieso, je mag hier dus overal op zitten, aanzitten, kastjes openmaken, zodat je het gevoel hebt dat je thuis bent. Wat natuurlijk best wel bijzonder is, omdat je in musea heel vaak niet mag aanraken. En hier mag je het echt beleven. Deze prachtige ontvangst-eet-slash-tuinkamer, die is later bijgebouwd door Jan van Tarelink. Je kan hier bijvoorbeeld zien hoe die te werk ging. Maar dat niet alleen. Hier staat een fantastische fontein. Van marmer. Dit is al heel impressive, maar dat er, bedenk, in de 18e eeuw water uit de muur kwam, was natuurlijk heel bijzonder. Het was trouwens geen drinkwater, maar wel om de wijn te koelen bijvoorbeeld, of om gewoon even je handen te wassen. En dan deed je hier dit. Even pompen. Nou, dan had je het goed hoor. We zijn hier aangekomen in de keuken, beneden in het huis. Zoals je ziet is het niet een hele kleine keuken, maar een goed grote keuken die laat zien wat voor goed grote maaltijden hier bereid werden. Het grappige is, er waren strikte regels aan het dineren in de 18e eeuw. Zo moesten de juiste gerechten op de juiste plek worden neergezet met het juiste servies. En het grappige is dat je dat hier zelf ook na kan doen. En op de borden staan er bijvoorbeeld ook recepten wat erin moet en hoe je het allemaal moet bereiden. Maar in deze keuken was het waarschijnlijk super benauwd, want er werd op open vuur gekookt, op turf. Dus ja, stel het je eens voor. Drukte, veel koken. Hoe warm het hier was, hoe benauwd het hier was. En hoe zal het hier hebben geroken, denk ik. Deze zaal is een pronkstuk. Ontvangstzaal, mooie grote zaal. En deze is in 2015, 2016, voordat die weer geopend werd, grondig gerestaureerd. De wandpanelen bijvoorbeeld. Er zit nu een nieuw stofje in, maar wel afkomstig van een weverij uit Lyon, die nog in hun archief hadden een motief uit de 18e eeuw. Zodat het het dichtstbij komt bij hoe het hier was. En hier, ontvingen je gasten, konden jullie dansen, van alles gebeuren. Leuk feitje is dat dat nu ook nog kan. Vandaag de dag kan je hier dus aanvragen om hier een evenement te houden. Een diner, huwelijken, fotoshoots. Het gebeurt hier allemaal en het kan en het mag. Huis Bartolotti is van woensdag tot en met zondag te bezoeken als museumhuis. En voel je vooral thuis, zoals ik eerder al zei, je mag aan van alles zitten, naar van alles kijken, erop zitten of heerlijk dromen en fantaseren over hoe het zou zijn om hier nou echt te wonen. Je kan er zelfs je droomhuwelijk houden of een heerlijk diner. En wil je meer van dit soort prachtige monumenten ontdekken? Ga dan naar monumentenportaal.nl en zie wat er allemaal te beleven is. In deze serie
zoeken wij sowieso de allermooiste voor je uit.